zonder wat ik gedaan had, was PSV geen kampioen geworden. Je hebt al vaker beweerd dat PSV in 2016 door jou kampioen is geworden. Ja, daar heb je nu zelfs bewijs voor. Ja, daar heb ik hier een bewijsje voor. Kijk maar. Ja, ze hebben mij ingehuurd. Wat moest jij doen voor PSV? De opdracht was heel simpel. Dat Ajax een punt zou verspelen bij de Graafschap. Dus ik moest iets doen waardoor de Graafschap tot ongekende hoogte zou stijgen. Brian Smeets maakte in die wedstrijd de gelijkmaker tegen Ajax. Waardoor ja. Ajax geen kampioen werd. Maar PSV, hij zegt, John Troost, ik ken hem niet. Nee, dat klopt. Dat klopt, hij kent mij ook niet. Maar jij hebt hem wel die krachten gegeven. Ja, ik heb dan een opstelling gekregen van PSV van tevoren. Ik heb dan de foto's. Ik ga één voor één, verbind ik mij met iedere speler. Dat kost mij ongeveer een kwartiertje per speler. En dan is die persoon helemaal vol energie. Want als wij PSV bellen, zeggen van, joh, John zegt hij is flink door jullie betaald. Daar willen ze geen reactie op geven of ze ontkennen het. Ja, maar dat is een beetje triest natuurlijk. Ze negeren mij. En als ik binnen de club kom, dan zijn er mensen die mij nog uitschelden. Ach, jij met je lulverhalen en noem maar op. Zonder wat ik gedaan had, was PSV geen kampioen geworden. Hoe zeker ben jij ervan dat als jij die spelers van de Graafschap niet had ingestraald, niet die energie had gegeven, dat zij hadden verloren van Ajax? Zeker. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my dream, that have the penny walk it, drops, this is what we all need.